Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder in Engeland, aflevering 29 inmiddels. Heb jij de vorige aflevering in Oostenrijk gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zij die video verschijnen natuurlijk met de playlist van alle afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse content. Het doel 80 abonnees komt steeds dichterbij, want we hebben de 76 abonnees aangetikt. Dus ben je nieuw? Abonneer dan voor meer. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer mijn video's verschijnen. Volg me even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we nu gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Engeland. We zijn dus aanbeland bij de kwalificatie in Silverstone, Engeland. Een snel circuit en ik hoop dat we door kunnen komen naar Q2. En ik verwacht veel van George Russell na die uitvalbeurt in Oostenrijk. Dat was dus een spoiler, maar de manier waarop, dat vertel ik even niet. Dus die aflevering eerst even terugkijken terwijl we de auto daar bijna kwijt waren in de tweede bocht van het circuit. Ocon zet de snelste tijd neer. We komen bij het einde van onze eerste ronde in Q1. Kijken wat het ons gaat opleveren. En het is een P6. Met paars in sector 3. Dat is inmiddels P14 geworden. En hopelijk kunnen we ons verbeteren. De delta springt op en neer van groen naar rood. En we verliezen het volgens mij in de laatste sector. Helaas is dat dus geen goed rondje geworden. Dan zijn we aanbeland bij Q2. Kijken wat ons dat gaat opbrengen. Hopelijk dat we door kunnen komen naar Q3. We zijn de auto daar weer bijna kwijt. Maar we redden steeds de auto's, dat is heel goed om te zien. DRS geopend. We komen aan bij het einde van onze eerste run in Q2. En waar staan we? We staan op een P6. Dat is inmiddels een P14 geworden. En ben ik de auto daar weer bijna kwijt. Pakken we een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Ja, dit circuit dat ligt mij ook gewoon niet zo. Dus ik verwacht een moeizame wedstrijd. P14 wordt een P10. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3, maar de rest verbetert zich en wij starten vanaf een P12, terwijl Russell naar P2 gaat. Super gedaan van de Brit, maar niet goed van ons. Wij moeten dus helaas van P12 gaan starten. Het regent ook in Silverstone, maar aan het einde van de wedstrijd kan het droger gaan worden. Dus daar moeten wij onze kans zien te pakken. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 29. Great Britain then, one of only two countries to have held a Grand Prix in every single year of the Formula One World Championship. And the circuit extends that record further for today's Grand Prix. Silverstone circuit then. It's 3.6 miles long and has a total of 18 corners. And of course, is no stranger to the rain. There won't be any DRS available in these conditions, but the Wellington and Hangar Straits are still good opportunities to tuck into the slipstream and make a pass.
Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the professor. No grip penalties, no mitigating circumstances, just a poor qualifying performance and a very disappointing start position for them today. They'll have a sinking feeling as they look up from the cockpit and realise they're in a different postcode to the start line for sure. But the one positive they can hold on to is that the car is quick and they can make their way through the field. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Pierre Gasly, and Sainz, Norris, Ocon, Leclerc, and Sergio Perez. The Professor, Albon, Daniel Ricciardo, and Vettel, Giovinazzi, Matsushita, Kevin Magnussen, and Roman Grosjean. Stroll, they've taken a grid penalty. De Vries, Latifi, and Daniel Kvyat completes the grid. Which of these talented... We've got some points on the board. Let's continue this form and aim for another top 10 finish. Haha, grapjas. Oh, je bent er serieus. Opnieuw een top 10 finish. Ja, dag. Die is helemaal gek. Dat gaan we dus niet halen. We moeten gewoon het beste van zien te maken in deze omstandigheden van de wedstrijd. En dan gaan wij gewoon beginnen voor carrière aflevering 29 hier in Engeland. We starten vanaf P11. Op de intermediate. Een nat circuit in Silverstone. En we zijn onderweg. En we komen goed weg. Beter dan Perez. Maar Perez remt ons hier uit. We schieten hier al gelijk door. En Albon kan mee profiteren. Maar wij remmen hier weer diep naar de Britse taai in. Duwen hem daarbij. En P11 is dus weer van ons. We kunnen helaas niet naar Perez aanvallen. Wel naar hem toe rijden. Maar ik heb het heel lastig op een nat circuit. En de AI is hier gewoon vele malen beter. Kunnen we hier een wijdere lijn pakken naar Perez? Lukt dat? Nee, net niet. Ja, dat komt goed, Jeff. Dat komt goed. Maak mij geen zorgen, hoop ik. Daar zitten we dan bij Perez aan de binnenkant in ronde nummer 2 ongeveer. Einde ronde nummer 1. En P10 is van ons heel goed gedaan. We zitten in de top 10. En nu naar Charles Leclerc toezien te rijden als dat kan. Ja, en we hebben gewoon moeite met die eerste bocht. Want de AI kan die gewoon soepeltjes nemen. Maar ik kan dat niet. Heel gek hoe dat kan. Maar ja, het is wat het is. Perez zit dus nu, sorry, Albon zit nu achter ons. Ik dacht Perez zit nu achter ons. Het is Alexander Albon die achter ons zit. En die kijkt. Maar valt niet aan. Groen in sector 1. Goed om te zien. We hebben een probleem volgens mij met de combustion engine. Oh, de auto zijn we daar weer bijna kwijt. Wat is er toch vandaag aan de hand? Daardoor schieten wij door. En Albon heeft, sorry, Perez heeft nu in één keer die plek weten te veroveren. Niet Alexander Albon, want die was ons al lang gepasseerd. Oh jongens, jongens, jongens. Het kan van kwaad tot erger hier in Engeland. Belabberde kwalificatie. En nu een hele slechte race tot nu toe. Daar zit Ricciardo dan te kijken voor een aanval. Maar hij kan die niet plagen. Sorry, plaatsen. Niet plagen. Hij kan hem niet plaatsen. En Jeff adviseert dat er de regen aan het wegtrekken is. Daar zit Ricciardo met aanval nummer 2. Dit keer aan de buitenkant. Hij laat hem staan. Maar wij duwen hem daar wijd. Ah, Ricciardo moet dit keer nu wel opgeven. Mooi. Maar het gat naar Perez is gewoon 2,9 seconden geworden. Dus wij verliezen alleen maar tijd ten opzichte van de AI. Hij schiet hier ook gewoon door. En Ricciardo heeft hier een betere exit. Maar kan niet aanvallen, want hij kan nergens naartoe. Doet Ricciardo het hier dan? Nee, want hij zit net te ver weg. Sebastian Vettel is bij Daniel Ricciardo aangesloten. Ronde nummer 6.
En weer maken we zo'n fout. En dit keer zit Vettel ernaast. Hij kan terugkruisen. Doet hij zeker. Maar we houden stand. Het gat naar Perez is inmiddels 5,2 seconden geworden. Dat rijden wij denk ik niet meer dicht. En dus moeten we gewoon het beste van zien te maken. We schieten hier wel door. En Vettel is er langs. Ook Giovinazzi zit te kijken. Maar die aanval kan hij niet slagen. Alexander Albon heeft een probleem. Hij rijdt langzaam, zegt Jeff. Dus daar moeten we voor oppassen. Ja, kijk. En weer maak ik zo'n fout. En dit keer kan Ricciardo kijken, maar... We raken elkaar, want ik blokkeerde een band. En de temperatuur lijkt gewoon helemaal weg te zijn. We hebben gewoon zoveel moeite met de tractie. En Giovinazzi is ons gepasseerd, maar wij kunnen hem terug aanvallen. We duwen hem wat naar buiten toe. Oh, Giovinazzi spint. Giovinazzi is hem kwijt. Omdat hij mijn sidepod raakte. Ik liet daar ook namelijk weinig ruimte over, dus... Excuseer Jovi, maar alsnog Giovinazzi gespint en is weer terug de baan op. Daar zit Ricciardo te kijken. En 5 tot 10 minuten nog regen, daarna verloopt het droog. En we zitten op het crossoverpunt van de softbanden, oftewel de droogweerbanden en de intermediates. Dus daar moeten we voor oppassen, maar eerst... Ricciardo. Hey Ricciardo, wat is daar gebeurd? Wat was daar gebeurd met Ricciardo? Heeft hij ons geraakt? Volgens mij wel. Ja, Ricciardo heeft net als Giovinazzi ons geraakt. En ligt nu als P21ste. Giovinazzi op de laatste plek. En we gaan naar binnen voor onze laatste pitstop. En dat wordt de medium band. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. Anders hadden we een tijdscontstraf gekregen, maar... Ja, je boy redt hem heel mooi. We rijden ook precies 60 km per uur. Grappig om te zien. Volgens mij ga ik als enigste naar binnen en de rest gaat allemaal naar mediums. Sorry, de rest is nog allemaal naar buiten en ik ga dus naar mediums. Mijn fout, excuseer. Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ja, je boy is een beetje in de war. Daar zijn we weer uit de pitstraat. En de regen is er gewoon gelijk verdwenen. Het was een uitstekende zet. En we gaan de wedstrijd hierop uitrijden. Want er zijn nog 16 ronden te gaan. En dat redden die mediums makkelijk. Paars in sector 1, groen in sector 2. De rest duikt nu ook allemaal naar binnen. Latifi als enigste nog op die intus. Het is daar geel. Bij sector 3 ongeveer. En nu weer groen. Volgens mij is er iemand gespind. Kan zijn dat het Alexander... Sorry. Dat het Danny Kwiat is. Geen Alexander Albon. En we zetten de snelste reeks van de nemen met een 1.33.3. P13 op dit moment. Niet wat ik hoopte. Maar ja, wat kan je eraan doen? Eigenlijk helemaal niks. Ronde nummer 15 en we zetten paars in sector 3 neer. Maar dat is niet goed voor de snelste raceronde. Maar ook trouwens niet goed voor een extra punt, want we rijden buiten de top 10 helaas. Dus ja, we moeten nu gewoon ons blijven concentreren op de wedstrijd. Geen fouten maken. En dan komt het gewoon goed. Punten pakken gaan we sowieso niet doen, maar de wedstrijd gewoon uitrijden, dat gaan we wel doen. Ronde nummer 21 is het alweer. Het is daar geel.
Er is iets gebeurd. Wat is daar gebeurd? Matsushita is uitgevallen. Nou, dat vind ik toch wel karma eigenlijk. Nadat hij ons heeft opgehouden in Oostenrijk, dat was de vorige aflevering. Matsushita werd op een ronde gezet door mij, maar hij deed er iets heel geks. En dit is gewoon pure karma voor Matsushita die daar uitvalt. Ronde nummer 22. En dit keer zit Landstrol te kijken voor een aanval voor die P13. Een mooi gevecht. We zitten er nog steeds naast elkaar. We moeten hier helaas opgeven. Oeh, Strol, wat doe je nou? Een beetje opletten, jongen. Hoppa, op het gras. Dat lukt niet, maar we raken elkaar wel. DRS geopend. Overtakeknop ingeschakeld. Via de binnenkant is het deze keer. En we zijn er voorbij. Maar we remmen iets te laat en iets te diep. En Strol kan terugkomen. Hier aan die binnenkant proberen. En hem uit te laten rollen. En P13 is nog steeds van ons. Maar een leuk gevecht met Lance Stroll. Daar zit Stroll dan weer voor een aanval in ronde nummer 23. Hij raakt ons en is gespind. Stroll is gespind. Dat is jammer voor de Canadees. We raakten ook zijn sidepod. Dus we hebben een voorvleugel schade. Helaas. Ik hoop dat het ons niet belemmert. En dit keer zit Daniel Ricciardo op 3 seconden achter ons. Het is inmiddels ronde nummer 25 van de wedstrijd. En Ricciardo zit binnen 3/10 van ons. En Daniel kan zometeen aanvallen. Want hij heeft zometeen DRS. Keita wel even, dat zag ik. We moeten gewoon strak verdedigen. Lewis Hamilton zit een 1.24.9 neer. Die gaat de laatste ronde in volgens mij. We remmen iets te laat en Ricciardo kan aanvallen. Is er nog niet voorbij. Want je boy geeft nooit op. Ricciardo kijkt nu naar die buitenkant. Lukt dat? Dat lukt. Net. Oeh, jezus. Ricciardo wiebelt wat op en neer. En hij is er dit keer voorbij. Maar we moeten terugkomen. Sowieso. DRS geopend. En kijk eens wat een verschil met de topsnelheid. Maar we zitten net te ver weg om een aanval te plegen voor die P13. Hier dan diep inremmen bij de Australiër. Dat lukt. We laten hem staan. En P13 is dus weer van ons. We gaan de laatste raceronde in. Lewis Hamilton gaat de wedstrijd winnen. Die moet nog een paar bochten te gaan. En nu moeten we deze laatste ronde zien te overleven van Daniel Ricciardo. Als dat lukt. Die heeft zometeen DRS. Lewis Hamilton zet ook de snelste raceronde neer. Hij wint zijn thuiswedstrijd in Silverstone. En Ricciardo heeft veel meer snelheid. Kijk dan naar die buitenkant. Maar dat lukt niet. We hebben nog een paar meters te gaan. En dan zit de wedstrijd er alweer op. Ricciardo heeft nog een paar kansen om die P13 van ons af te pakken. We hadden een klein momentje op die curbstones. Ricciardo kijkt naar die buitenkant. Maar wij blokkeren hem. Hij kan nergens naartoe. Gooi hier onze overtakeknop aan en alle brandstof gebruiken die we in ons hebben. We wisselen van lijn, zodat Ricciardo niet in onze slipstream kan komen. En volgens mij is dat genoeg om P13 binnen te hengelen. Niet het resultaat waar ik op had gehoopt. Helaas, maar ja, het is niet anders. Russell brengt volgens mij wel punten mee voor ons team. Dan gaan we ze opmaken voor de grote prijs van België.
Well, they've done a brilliant job, I must say, under some intense pressure to take a well-earned victory here at the British Grand Prix. So, Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De raceuitslag: Lewis Hamilton wint zijn thuiswedstrijd, pakt ook een snelste racerpunt. Max Verstappen naar P2, Bottas naar P3 en Russell naar P4. Goed gedaan. Wij finishen dus op P13. En Anthony Davidson geeft Lewis Hamilton driver of the day. Wij verliezen wat ten opzichte van Lewis Hamilton in het klassement, want Verstappen en Bottas hebben ons ingehaald. Dus we moeten er hard voor knokken om misschien nog kans maken om WK te worden. Maar ik ben bang van niet, helaas. Ja, en iedereen naar die medium band, behalve Stroll. We hebben een aantal waarschuwingen opgekregen, maar dat geeft helemaal niks. We zijn weer terug bij het, ja, gewoon normaal eigenlijk wat we altijd doen als de video is afgelopen. Dit was dus de aflevering, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het dan vooral met een like. Heb jij niet genoten, beloon het dan met een dislike. Ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Als er iets verbeterd kan worden, zet het dan in de comments. En als je genoten hebt, zet het dan ook in de comments. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in België.